Ergens verborgen tussen de doornige bramenstruiken ligt een klein koninkrijk van elfen en feeën. Iedereen die hier woont is heel, heel erg klein. Mijn naam is Ben Elf. En ik ben prinses Holly. Kom op, we gaan spelen. Wacht op ons. Ben en Holly's kleine koninkrijk. Vandaag begint het avontuur bij de grote elfenboom. Spelletjes spelen! Dit is mijn speciale cakejesrecept. Daarin zit bloem, honing, melk, chocola en een appel. Yummy! Nu moet er een ei bij. Wow, mam! En dan even roeren. Oké! Okay. Spitter, spitter, spatter! Wow! Oh, daar is Holly. Hoi, Ben. Hoi, Holly. Ik help mijn moeder met cakejes bakken. Oh, mag ik ook helpen? Feeën zijn goed in cakejes bakken. Natuurlijk, prinses Holly. Jij mag helpen met roeren. Dat vind ik het allerleukste. Lekker spetteren en spatteren met cakebeslag. Ik hou meer van roeren en toch minder van spetteren, alsjeblieft. Spitter, spetter, spatter. Holly, misschien kun jij beter roeren. Oké, mevrouw Elf. Je roert goed, Holly. Maar er is wel een beetje te weinig gespetterd. En nu doen we het beslag in een cakevorm. Het ziet er echt yummy uit. Mogen we er eentje proeven? Nog niet, Ben. Eerst moeten we ze bakken in de oven. Oh. Kunnen we ze niet bakken met magie? Dit zijn elf cakejes, gebakken zonder magie. Maar met magie bak je ze heel snel. Ik kan het laten zien. Nee, dank je, Holly. Want elfen doen niet aan magie. En wij zijn elfen. Zijn de cakejes al klaar? Ze zijn nog niet eens begonnen met bakken. Oh, maar misschien kan Holly ze wel klaar toveren. Ik denk dat het beter is dat jullie buiten gaan spelen. En dan zal ik jullie roepen als de cakejes klaar zijn. Oh, moet dat echt? Bedenk maar een leuk spelletje. Maar ik heb nu helemaal geen zin in spelletjes. Wat een onzin. Je vindt spelletjes leuk. Veel plezier! Ik wou dat die cakejes niet zo lang hoeven te bakken. Ik ook. Ik denk dat we dan maar beter een spelletje kunnen spelen. Oké. Wat dacht je van Tikkertje? Dat vind ik leuk. Oké. Maar wel eerlijk spelen. Geen magie. Oké. Jij bent hem. Pak me dan. Je rent te hard. Daar kan ik niks aan doen. Elfen zijn goed in hard rennen. En ik ben een elf. Het is niet eerlijk. Feeën kunnen niet zo hard rennen als elfen. Oké, dan zal ik wel hinkelen. Pak me dan. Je bent nog steeds te snel. Oké, dan sta ik stil. Tikkie. Mijn beurt. Pak me dan. Ik ga je tikken. Niet waar. Pak me dan. Dat is vals spelen. Je zou niet toveren. Ik tover helemaal niet.
Ik flap met mijn feeënvleugels. Dat is niet eerlijk. Elfen hebben geen vleugels. Zo kan ik je nooit tikken. Oké, ik zal mijn vleugels niet gebruiken. Tikkie! Zullen we nu wat anders spelen? Ja, verstoppertje. Oké, we spelen verstoppertje. Yippie! Ik hou van verstoppertje. Maar niet vliegen. Oké, niet vliegen. 1, 2, 3... Niet kijken! Oké, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ben is goed verstopt. Daar niet. En daar ook niet. Ben, help eens een beetje. Alsjeblieft. Je bent heel koud. Nog kouder. Oh. Warmer. Warmer. Nog warmer. Gevonden. Oh, hier zit je dus niet. Ijskoud. Oh, dit is veel te saai. Ik vind het helemaal niet leuk als ik hem niet kan vinden. Hier ben ik. Gevonden. Goeie verstopplek, hè? Ja, hè, Holly? Het was wel aardig, denk ik. Elfen kunnen heel goed verstoppen. En ik ben een elf. Nu is het mijn beurt. Weet je nog? Eerlijk spelen, hè? Dus niet gaan vliegen en zo. Ik vlieg niet, dat beloof ik. 1, 2, 3. Ik kan nooit op tijd een goed plekje vinden. Ben zei niet vliegen. Maar hij zei niet toveren. Wat denk je ervan, Staf? Zullen we een klein beetje magie gebruiken? Nee, Staf. Ben vindt dat vast niet erg. Abracadibbeli daar. Maak mij onzichtbaar. Wie niet weg is, is gezien. Heel ijskoud. Oh. Kouder dan een ijsbeer. Aha, ik snap het. Je kan beter opgeven. Je gaat me nooit vinden. Ik vraag me af waar Holly zou kunnen zijn. Misschien is ze wel helemaal niet in de wei. Dit is niet goed. Holly heeft zich te goed verstopt. Zo kan ik haar nooit vinden. Gevonden! Oh, maar hoe heb je me gevonden? Ik ben onzichtbaar. Oh, ik ben niet onzichtbaar. De magie werkt niet meer. Magie? Oh, ik gebruikte gewoon alleen maar een heel klein beetje magie. Hoe dan ook, laten we wat anders spelen. Ik beloof niet te vliegen of magie te gebruiken. Oké, laten we het spelletje... Ben! Holly! Kinderen! De cakejes zijn klaar. Oh, mevrouw Elf, moeten we naar binnen komen? Mogen we nog één spelletje spelen? Maar wat is dat nou? Ik dacht dat een zekere prinses en een zekere elf spelletjes saai vonden. Maar mam, we hebben haast nog geen spelletje gespeeld. En je zei dat de cakejes heel lang zouden duren. De cakejes duurden heel lang. Echt waar? Tijd vloog voorbij omdat jullie plezier hadden. Zo gaat dat. Oh. Dus willen jullie een cakeje? Ja, graag.
Heerlijk, zeg. Yummy. Deze cakejes zijn de beste. En mevrouw Elf gebruikt niet eens magie om ze te bakken. Dank je, Holly. Ik denk dat dat komt omdat jij ze goed geroerd hebt. Wil je soms een truc zien? Oké. Ik kan dit cakeje laten verdwijnen. Hoe? Ik dacht dat elfen niet konden toveren. Let maar eens op. Tadaa!